Goedemiddag. De microfoon doet het, dat is al een goed teken. We zijn met een zaal waarin u een aantal mensen ziet. Van harte welkom hier, leden van de parlementaire onderzoekscommissie die zich bezighoudt met de vraag naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving. Een zeer hartelijk welkom aan onze vier gasten vandaag. Ik zal zo wat nader inleiden. Die ons gaan helpen nadenken en wat meer zicht te krijgen op de vraagstukken waar de commissie mee aan de slag moet. Welkom ook aan diegenen die deze bijeenkomst volgen via de livestream en natuurlijk ook de ondersteuning. De parlementaire onderzoekscommissie Effectiviteit Antidiscriminatiewetgeving, een mond vol. We zijn bezig met het onderzoek vorm te geven, wat moet gaan kijken op wat voor wijze de spanning tussen de wet op papier en de wet in de praktijk vorm krijgt. Als het gaat precies om de vraag van hoe wij discriminatie in onze samenleving kunnen terugdringen en wat daarbij de rol is van de overheid. De bijeenkomst van vanmiddag is de eerste in een rij van deskundigenbijeenkomsten, zoals we dat genoemd hebben, waarbij we vandaag vooral kijken naar de vraag van hoe is nou het ketenmodel waarmee we deze vraagstukken benaderen. Is dat een beetje stevig genoeg? Moet dat nog aangevuld worden? Missen we dingen? Oftewel, hoe kunnen we onze lens zo scherp mogelijk stellen als het gaat om de vragen die op tafel liggen? Daarna komen in de komende weken nog een aantal vervolgbijeenkomsten waarin we per domein dat we in het onderzoek centraal stellen, arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en de politie, in die vier domeinen waar wij nog verder kijken van, en hebben we nu ook de concrete vragen en het inzoomen op die terreinen, is dat nou scherp genoeg, zodat we uiteindelijk ook als parlementaire onderzoekscommissie de kennis op tafel krijgen die nodig is om tot een goed advies te komen. Maar vandaag is het model als totaal en de vraag die wij hebben voorgelegd aan de vier sprekers is om ons daarin met ons mee te denken, om vanuit hun deskundigheid ons nog wat meer scherpte te geven. We doen dat als volgt. We hebben zo dadelijk aan alle vier de sprekers gevraagd om in 10 minuten ons daarop zoveel mogelijk input te geven. Daar verwachten we heel veel van. Vervolgens zal de last op de schouders wordt gelijk goed neergelegd. Vervolgens hebben we aan Ashley Terlouw, onze onderzoekscoördinator, gevraagd om in een soort eerste reflectie, ook vanuit de vraag van hoe kunnen we dat nou ook vertalen naar het onderzoek, een aantal vragen bij elkaar te brengen, een beetje de rode draden zichtbaar te maken. En daarna maken we een rondje ook langs de leden van de commissie om vervolgvragen te stellen ter aanscherping, ter verbetering en vooral ter verheldering van voor onszelf. En dan sluiten we om 5 uur sluiten we af. Dat is het programma heel eenvoudig. De vier sprekers, achtereenvolgens, vragen we zo dadelijk eerst Titia Loenen, hoogleraar Mensenrechten en Diversiteit van de Universiteit Leiden. Vervolgens Reinier van Zutphen, onze nationale ombudsman. Dan Barbara Omen, hoogleraar recht, economie, bestuur en organisatie van de Universiteit Utrecht. En tenslotte Bert Niemeyer, rector-directeur van de Academie voor Wetgeving. En zonder verder veel tijd te verliezen, zou ik dan ook graag de eerste spreker het woord geven, mevrouw professor Titia Loenen. Ja, hartelijk dank. Ook hartelijk dank voor de uitnodiging om hierover mee te denken. En ik stel graag mijn expertise ter beschikking aan de Kamer. Ik zal wel gelijk van start gaan, want gezien de beperkte tijd. Ik heb eigenlijk gefocust op 3 punten. Eerst een paar algemene opmerkingen bij het onderzoeksvoorstel. Dat ziet op uw eerste vraag in de brief die ik heb gekregen. En dat zijn misschien een beetje open deuren, maar toch misschien wel van belang om te noemen. In de eerste plaats denk ik de behapbaarheid van het onderzoek. Omvang en bereik denk ik van het voorstel zijn ook bij een beperking tot 4 casus best enorm groot. En dat is niet alleen omdat die terreinen zelf zo divers zijn en misschien ook wel complex, maar ook dat oorzaken en oplossingen voor de diverse vormen van discriminatie of de gronden waarop discriminatie onderzocht gaat worden ook zeer uiteen kunnen lopen. Dus dat is wel denk ik een punt van aandacht. Aandacht voor de multidisciplinariteit van het onderzoek. Nou, die is in de voorzitter of de coördinator zeer goed vertegenwoordigd. Maar als je denkt dat er naast juridische en sociaal-wetenschappelijke expertise misschien ook wel expertise nodig is van wetstechnische aard, om maar wat te noemen, maar ook van informatietechnische aard, als je wilt kijken naar algoritme, dan denk ik dat het nog best een uitdaging is als je kijkt naar de voorziene FTE-inzet voor dit onderzoek.
Nou, een laatste punt. Ik denk dat belangrijk is, en dat zal ongetwijfeld ook, dat zit ook in het voorstel, niet opnieuw het wiel willen uitvinden, maar vooral ook gebruik maken van al het onderzoek wat er al is. Er is natuurlijk best al heel veel gedaan, maar het zal vooral ook de kunst zijn om wat relevant is bij elkaar te krijgen, zodat je dat niet allemaal zelf weer opnieuw hoeft te doen. Goed. Specifieke aandachtspunten die in de analyse van belang zijn, dat is natuurlijk het belangrijkste. En dat was ook uw derde vraag. En wat mij betreft het meest belangrijke punt wat ik hier ter tafel zou willen brengen is zeg maar het onderkennen van het belang van de onderscheiden rollen van het parlement en van andere actoren bij het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Het onderzoeksvoorstel onderkent dat wel, maar ik denk dat nog beter kan worden meegenomen in de uitwerking dat die rollen zeer nauw samenhangen met de vraag of discriminatie primair het gevolg is inderdaad van overheidshandelen, dus wetgeving, beleid of de uitvoering daarvan, of van discriminatie in het maatschappelijk verkeer. En de rol van het parlement bij het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, wat een van uw aandachtspunten is, is toch een wezenlijk andere, zou ik menen, dan de meer indirecte en meer indirect dan als het gaat om het inrichten en uitvoeren van de sociale zekerheidswetgeving. En ik denk dat dat verschil heel belangrijk is en ook een aantal consequenties heeft voor wat het parlement kan bijdragen aan het tegengaan van discriminatie. Nou, eerst even die rechtstreekse rol van het parlement bij wetgeving en uitvoering daarvan en de discriminatie die eruit kan voortvloeien. Ik denk dat de kernpunten daarbij zullen zijn dat gewaakt moet worden voor overzichtelijke, niet te complexe en ook uitvoerbare wetgeving. Het garanderen van overzichtelijke en niet te complexe wetgeving, dat is juist voor mensen die behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving, die het meest te maken hebben met discriminatie, van belang om daadwerkelijk en zonder discriminatie ook toegang te krijgen tot die voorzieningen. Dat is ook breed onderzocht. En een oerwoud van regels, hoe goed ook bedoeld, betekent dat meestal zij juist als eerste buiten de boot vallen. Goed uitvoerbare wetgeving is natuurlijk ook vanzelfsprekend op zich, maar, en dat gaat vaak samen met het eerste, maar het is ook toch meer, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is om moeilijk vast te stellen materiële criteria die in de regelgeving vaak een rol spelen en ook te veel maatwerk willen geven, dat vermeden zou moeten worden. Als ik bijvoorbeeld denk aan de bijstandsregeling en de WMO bijvoorbeeld, dan komen dat soort criteria heel veel voor. Kort op de bijstand als er sprake is van delen van financiële zorg. Er zit een oerwoud aan narigheid achter, zou ik haast willen zeggen, om dat vast te stellen. De indicatiestelling voor een schoon en leefbaar huis. Ook zo'n moeilijk te hanteren criterium. Volgens mij ook door de Centrale Raad van Beroep om die reden afgeschoten. Maar in ieder geval, dat soort criteria, die zijn heel lastig. En ook hier geldt, denk ik, het zijn vaak de meest kwetsbare groepen die er last van hebben. En de gewiekste misbruikers van het stelsel, die weten er toch wel omheen te komen. Dus simpeler regelgeving met meer objectief vast te stellen criteria. En ook, en dat is misschien wel heel moeilijk in deze tijd, maar niet willen streven naar de meest rechtvaardige uitkomst altijd en overal voor ieder individueel geval. Weg met doorgeslagen streven naar maatwerk had ik hier opgeschreven. Maar dat betekent natuurlijk, en dat realiseer ik me, dat je dan ook moet accepteren dat bijvoorbeeld sommige bijstandsgerechtigden met een beter sociaal netwerk inderdaad af en toe een tas met boodschappen krijgen en het daardoor beter hebben dan andere uitkeringsgerechtigden. Daar staat dan weer tegenover, denk ik, dat controle- en fraudebestrijding zonder indringende inmenging in de privésfeer makkelijk kan worden gerealiseerd en dat burgers zich daardoor ook niet voortdurend bespioneerd hoeven te voelen. En dat is volgens mij iets wat nu heel erg ook speelt. In dit verband zou ik ook menen dat de adviezen van de Raad van State meer aandacht en daadwerkelijk invloed op het wetgevingsproces verdienen. Er is vaak voor gewaarschuwd voor dit soort effecten. Maar ook signalen die komen van allerlei andere relevante adviesorganen en maatschappelijke organisaties, zoals hier de Ombudsman, het College voor de Rechten van de Mens, de Sociaal-Economische Raad, de landelijke en lokale organisaties die zich inzetten tegen discriminatie.
ik zou zeggen, zij zijn eigenlijk de extra ogen en oren die het parlement veel beter en vaker zou moeten gebruiken, wat mij betreft, om proactief bij te dragen aan niet-discriminerende wetgeving en beleid. Dan de meer indirecte rol van het parlement bij discriminatie, die zich primair in het maatschappelijk veld afspeelt, zoals op de arbeidsmarkt. Ik denk dat het goed is om, tenminste ik zou willen benadrukken, dat die rol, omdat die indirect is, daarmee nog niet minder belangrijk is. Maar die rol zou zich dan, denk ik, meer dienen te richten op het versterken van de positie en rol van andere actoren die bijdragen aan het tegengaan van discriminatie. En als voorbeeld kan de discriminatie op de arbeidsmarkt dienen. Nog steeds wijdverbreid, groot probleem, ook na 25 jaar AWGB. En dat soort discriminatie is in de AWGB duidelijk verboden. Maar ook hier zie je dat de gat tussen de wet op papier en de wet in de praktijk enorm groot is. En als ik dan kan putten uit mijn eigen onderzoek naar de werking van die AWGB, dan kun je daaruit opmaken dat het niet zozeer ligt aan de juridische vormgeving en ook niet aan de invulling van de normstelling in de jurisprudentie, bijvoorbeeld het College voor de Rechten van de Mensen, de rechter, maar in gebrekkig sociale werking van die wet. Mensen gedragen zich onvoldoende in overeenstemming met die normen. En om dat laatste te veranderen, daar heb je andere dingen nodig. Je hebt nodig dat mensen zich bewust zijn van de normstelling. Ze moeten die ook accepteren en vervolgens moeten ze er ook nog naar willen handelen. Nou, dat zijn natuurlijk drie stappen. En daarbij zien we dat een groot aantal institutionele en maatschappelijke actoren een rol kunnen spelen. Ook vaak weer heel indirect en diffuus, maar ze spelen wel een rol. En ze kunnen daar ook een positieve rol in vervullen. En dat loopt niet allemaal via de rechter, wat juristen natuurlijk vaak geneigd zijn om te denken. Maar dat loopt ook weer via actoren als het CRM, als de ombudsman, de sociaal-economische raad, maar ook lokale antidiscriminatiebureaus bijvoorbeeld zijn daarin een belangrijke factor. En ik zou zeggen dat versterking van de rol van dit soort actoren door het parlement ook zal kunnen geschieden. En natuurlijk, de vorm die je dan kiest zal afhankelijk zijn van de aard van de organisatie, maar je kunt denken natuurlijk aan versterken van de institutionele positie van bepaalde instanties, meer budget, hè, altijd belangrijk, of subsidiëring. Maar waar het om gaat is denk ik dat het parlement ook zou moeten zorgen en bijdragen in ieder geval aan het organiseren van een goede en gezonde institutionele en maatschappelijke macht. Tegenmacht is nu een gevleugeld woord, zo zou je het ook kunnen noemen. Maar in ieder geval om discriminatie in de sociale werkelijkheid tegen te gaan. Nou, een laatste punt, waarvoor ik specifiek was gevraagd om ook daarop iets te reflecteren. Dat is de wenselijke discretionaire ruimte voor individuele ambtenaren in de uitvoering. Dat is uw vraag 7. En ik vind dat gewoon een heel ingewikkelde vraag. In abstracto kun je daar eigenlijk niks over zeggen. Je zult toch moeten kijken naar de context waarin die discretionaire ruimte dan figureert. Hoogstens zou je een paar algemene opmerkingen erover kunnen maken. Het volledig dichttimmeren van wetgeving is denk ik geen goed idee. Vooral niet als daar enorme consequenties aan kunnen zitten voor de betrokken burger. Zoals in de toeslagenaffaire bijvoorbeeld is duidelijk geworden. Tegelijkertijd is een zeer ruime discretionaire bevoegdheid natuurlijk, ja, het lijkt aantrekkelijk vanuit een oogpunt van maatwerk, maar het leidt ook makkelijk tot willekeur ten opzichte van de burger en al dan niet terechte gevoelens van rechtsongelijkheid. En dat is denk ik ook een probleem, het leidt ook vaak tot de noodzaak om weer allerlei informatie over die burger te verzamelen, waardoor die burger zich heel erg bekeken en gevolgd voelt. Maar goed, concluderend, 2 punten misschien als belangrijkste. Ik zou zeggen, kijk bij dat onderzoek naar de eigen rol van het parlement bij het tegengaan van discriminatie, zowel naar de rechtstreekse rol van het parlement in dat hele wetgevings- en beleidsproces, maar ook naar de indirecte rol die kan liggen in het versterken van de rol van andere actoren die juist in die maatschappelijke werkelijkheid ook van groot belang kunnen zijn. Dus versterk ook die extra ogen en oren die kunnen helpen bij het dichten van het gat tussen wetgeving en praktijk. Door inderdaad te zorgen voor een goede organisatie van institutionele en maatschappelijke tegenmacht. Daar wou ik het graag bij laten. Dank u wel.
wij willen het daar nog niet bij laten, maar we komen zo meteen in onze vraag komen we dan op terug. Want ik denk dat het inderdaad heel erg mooi aansluit. Ook op de keuze voor de verschillende domeinen, om naar dat onderscheid in die directe en die indirecte rol te kijken, die ook per domein ook anders zal zijn. Bedankt voor deze start van ons gesprek. Dan gaan we gauw door naar onze tweede spreker, Renier van Zutphen, de ombudsman. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel voor de uitnodiging en de kans om hier iets te zeggen. Ik zal proberen om dat puntig te doen en op een aantal onderdelen dingen onder uw aandacht te brengen die met name gaan over wat de burger ervaart als wetten en regels worden toegepast. Dat is toch waar ik me het meest comfortabel voel, hoewel het vaak hele oncomfortabele situaties zijn. Maar misschien toch één opmerking over het feit dat u spreekt over een keten. En ik zou eigenlijk liever praten over een cirkel. Ik denk dat het uw rol ook zou moeten zijn om, als u bij de burger aanbelandt in die keten, dat u eigenlijk dan weer het cirkeltje rond moet gaan maken. En vanuit die burger weer naar boven gaat en kijkt of de wetten en regels die u gemaakt hebt, en of het beleid wat erop gebaseerd is, of dat nog klopt en deugt met datgene wat u oorspronkelijk voor ogen stond bij het maken van wetten en regels. En ik denk, daar zijn we het vast allemaal over eens, dat op zichzelf genomen wat er in de verdragen staat, en die van Rome, maar ook in onze grondwet, dat we toch wel heel goed ongeveer wel weten dat we niet mogen discrimineren. En dat moeten we ook niet doen en dat willen we ook vaak helemaal niet. Want u zult weinig mensen tegenkomen die zeggen, nou ga ik vandaag eens even discrimineren. We zeggen altijd, we zijn ambtenaren, staan nooit op met het idee van, nou ga ik iets vreselijks doen. Wij staan ook niet op met het idee van, nou gaan we discrimineren. En toch weten we dat het in de praktijk heel veel en vaak gebeurt. En dat is ook wel wat ik eigenlijk als eerste punt onder uw aandacht zou willen brengen. Wie mist u als u op deze manier aan het werk gaat? Uit een onderzoek wat wij deden, en we schreven erover in het rapport Verkleurde Beelden, dan blijkt dat ongeveer 3/4 van de mensen die zich geprofileerd voelt, etnisch geprofileerd of gediscrimineerd, zegt, ach, het heeft toch geen zin om te klagen. Dus die mensen komt u eigenlijk helemaal nooit tegen. Die ziet u niet, die hoort u niet. Terwijl de regels daar eigenlijk wel voor geschreven zijn, om te voorkomen dat het zo overkomt, maken ze van die regels ook weer te weinig gebruik. En ik moest denken toen ik uw stukken las, dat het hier wel misschien wel klassiek gaat over aan de ene kant law in the books en aan de andere kant law in action. Terwijl er eigenlijk een verbinding tussen die twee tot stand moet worden gebracht. Ik zal u 2 of 3 voorbeelden noemen waaruit misschien duidelijker wordt wat ik bedoel. We hebben een rapport geschreven, dat heet Uit de Rij gepikt. Dat gaat over een meneer die vliegt regelmatig in vanuit, ik geloof Zuid-Spanje, naar Nederland om dan hier zijn werk te doen. En iedere keer als die komt in korte tijd, is die 3 keer door de Marseillaise eruit gehaald, eruit gepikt. Dan is zijn idee, het is een meneer, het is een idee dat gebeurt omdat hij geen blanke huidskleur heeft, maar iets getint is. En dan wordt er gezegd, nee hoor, dat is niks van waar. En dan houdt het op. Dan hebt u hele prachtige regels en wetten gemaakt en beleid dat daarbij past. En die meneer is toch 3 keer in 1 maand eruit gehaald en dan houdt het op. Dus wat is dan ons antwoord op zo'n situatie? En het is best wel ingewikkeld, want dan moet je dus met die regels aan de slag. En die regels op zichzelf genomen laten heel veel toe. Maar op het moment dat je zegt van ja, als u niet kunt vertellen waarom u het hebt gedaan, dan is er dus sprake van onjuiste vormen van discriminatie. Dan zal de vraag zijn, maar waar baseer je dat dan op? Nou, dat hebben wij in het rapport Verkleurde Beelden genoemd, de omkering van de bewijslast. Dat lijkt een hele juridische term, maar dat is eigenlijk niet wat er aan de hand is. Het lijkt juridisch, maar het is iets anders. Dat betekent namelijk dat het gaat over de manier waarop je met mensen in gesprek gaat die zich geprofileerd voelen. Want het hoeft nog helemaal niet per se waar te zijn. Het kan een gevoel zijn, het kan echt zijn, het kan een mix van die 2 zijn. Of van 3, 4 verschillende manieren van behandeld worden door de overheid. Waardoor het gevoel ontstaat dat het gaat om je ras, je afkomst, je kleur, je, nou ja, alles wat je maar kan bedenken. Geloof. Jalabas, hoofddoekjes. Het kan allemaal een rol spelen en het gevoel geven dat je juist om die reden eruit bent gehaald. En wij hebben eigenlijk opgeschreven in die rapporten van de laatste tijd, dat als de overheid niet goed kan vertellen waarom jij wordt gecontroleerd, of waarom je op een bepaalde manier wordt behandeld, dat het dan eigenlijk mis is. Dan moet het gesprek erover gaan, hoe kan dat nou dat het zo gelopen is? Ik noem u een voorbeeld, we zijn er nog mee bezig, dus nog even geen naam en toenaam, maar iemand wordt aangehouden in verband met een alcoholcontrole. En hij zegt, ik ben vast aangehouden vanwege mijn Marokkaanse uiterlijk. En dan zegt de politie, nee, dat is niet waar, want het was een 100% controle. En dan gaan wij zoeken en dan blijkt dat er inderdaad 100% controle was, maar die is niet meer de 100% controle zoals ik het mij herinner uit mijn beginjaren als officier. Want een 100% controle kan ook 1 auto zijn. Als er was afgesproken, dat doen we op die manier.
Dus laat u ook niet misleiden door de woorden die gebruikt worden. Dus u moet echt achter het verhaal komen van degene die zegt dat hij geprofileerd is om te weten wat er aan de hand is. Hetzelfde gold dus bij die meneer die op Rotterdam Airport met regelmaat binnenkwam. En zo zijn er heel veel verhalen te bedenken. Dus als u al zegt dat al die wetten en dat beleid, dat dat op zich allemaal wel deugt, althans in de essentie en in de bedoeling, dan nog is het heel belangrijk dat u in uw onderzoek ook kijkt wat de effect was op de mensen zelf. Dus het gesprek voeren met diegene, dat kunt u aan doen aan de hand van nou ja, de literatuur erbij pakken, de rapporten en daar de verhalen lezen van de mensen. En misschien moet u overwegen om met een aantal mensen ook gewoon zelf te gaan spreken. Dus nog even terug, als wij vragen waarom hebt u niet geklaagd, dan is het antwoord heeft geen zin. En dan kunnen we nog de mooiste regels maken die er zijn, maar als niemand gaat klagen, als niemand bezwaar maakt, als er geen goed gevoel daarbij is, geen vertrouwen in de overheid, toch maar even dat woord, dan kunnen we wetten maken en evalueren wat we willen, maar er gebeurt er niet heel veel. Dan kunnen de ketens nog zo opgepoetst zijn, maar dan gebeurt het niet. En dat hebben we mensen heel veel en heel vaak ook horen zeggen. Dan zou ik nog een tweede opmerking willen maken. En dat gaat over de houding van bestuurders en autoriteiten. En dan heb ik het niet over de agent op straat. Maar gewoon hoe burgemeesters, wethouders, parlementsleden, ministers, andere hoogwaardigheidsbekleders, misschien zelfs wel hoge colleges van staat, zich gedragen en uitlaten in het normale maatschappelijke verkeer over anderen. En ik zou u eigenlijk willen aanraden om eens met een aantal mensen uit de lokale politiek het gesprek te voeren over Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Dat doe ik met enige regelmaat. Ook dat rapport, overigens kunt u zien wat daar gebeurt. Hè, wat dat betekent om de bescherming te krijgen van het EVRM en een bijzonder verdrag Roma en Sinti en hun achtergrond. Want waar komt die bescherming vandaan? Die heeft toch echt te maken met de genocide op Roma en Sinti in de Tweede Wereldoorlog? Maar als je gaat praten met bestuurders over de standplaatsen en het uitsterfbeleid, dan is er heel veel onbegrip. Dan wordt er al snel geroepen, die kaart wordt niet gespeeld of die kaart wordt niet getrokken. Dat is ingewikkeld. Dus als wij te maken krijgen met op zichzelf genomen hele belangrijke wetten en regels, maar onze bestuurders zijn niet in staat om die op de goede manier te gebruiken, als instrument in de keten om het gesprek op gang te brengen, dan wordt het heel ingewikkeld, ook in uw werk naar dit onderzoek. Dus ik denk dat u ook in uw onderzoek zou moeten betrekken in die keten, wat is de rol van de individuele bestuurders die verantwoordelijk zijn in de gemeente of bij de provincie, of wat mijn part zelfs bij de waterschappen, voor het, nou ja, het beleid wat er is op het terrein van het niet mogen discrimineren. En ik denk dat u dan, dat u wel onthutst terug zult komen. Dat kwam in ieder geval, ik kwam onthutst terug over de manier waarop er wordt gesproken. En dan moet u zich voorstellen dat als je Roma of Sinti bent, en dan heeft een gemeente, dus je bent beschermd door die verdragen en die wetten en die regels, dus bovenaan in uw keten. En dat is omdat er die aanslag op jouw familie, jouw voorvader, jouw voorouders in grote getalen, 500.000 Roma en Sinti geloof ik, dat is goed herinner. En dan heeft een gemeente iets bedacht, dat heet uitsterfbeleid. Dat moet je tegen iemand zeggen wiens voorouders naar de gaskamer zijn gegaan. Dus ik vraag ook om attentie voor de manier waarop in beleid, in wetten, in regels, in toelichting, maar vooral in gedrag, al die regels worden gebruikt. Ik denk dat dat eigenlijk wel een van mijn allerbelangrijkste punten is die ik vandaag hier graag wil maken. Dus aan de ene kant, weet dat de mensen nog onvoldoende vertrouwen hebben in de overheid, dat als ze zich geprofileerd voelen, dat ze dan eigenlijk helemaal geen gebruik maken van klacht en bezwaar en beroep. En dat er aan de kant van de bestuurders nog een wereld te winnen is als het gaat over een behoorlijke, het woord waar de ombudsman gek op is, behoorlijkheid. Een behoorlijke manier van omgang tussen overheid en burger. En dan kom ik bij mijn laatste punt. U zei er net iets over. Dat gaat over die discretionaire ruimte. Ik ben altijd als de dood om dat woord te gebruiken. Want dan gaan we heel snel juridiseren. Dus discretionair gaat altijd over, maar in welke regel staat het dan? En terwijl het erom gaat dat we de mensen in de uitvoering een manier van doen bijbrengen, een houding en gedrag die ertoe leidt dat er niet meer geprofileerd wordt, dat er niet gediscrimineerd wordt en, als het dan toch gebeurt, dat daar rekenschap over wordt afgelegd. Dus ik praat liever over de professionele ruimte en de manier waarop mensen zich gedragen binnen die ruimte dan over de discretionaire bevoegdheid. Want dat is me eigenlijk, hoewel ik al heel lang een jurist ben, of misschien niet meer inmiddels, dat weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval vind ik het een woord wat de discussie vertroebelt. Dat is wat ik u nu graag wilde vertellen.
Heel veel dank, ook voor de kritische opmerking bij bepaalde woorden die al in het voorstel stonden. Goed om daar nog over na te denken. In ieder geval de focus op de ervaringen van burgers en de rol van de bestuurders. Dat zijn twee punten die we in ieder geval ook meenemen uit de opmerking. Naast die intrigerende opmerking van zou die keten niet eigenlijk een cirkel moeten zijn. Nou, daar komen we nog zeker op terug. Voor nu gaan wij door naar de derde spreker, spreekster Barbara Omen, hoogleraar recht, economie, bestuur en organisatie Universiteit Utrecht. Ja, het is zelfs hoogleraar sociologie van de mensenrechten. En dat is reden dat ik zo ontzettend blij ben om hier te mogen zijn. Want dit is mijn grote belangstelling. Het verschil tussen wet en werkelijkheid en hoe die kloof te overbruggen. En ik kwam net langs artikel 1 gefietst, hier in steen gehouden. En de vraag hoe dat artikel 1 zich verhoudt tot het leven van de schoolklassen, de schoonmakers. U en ik die er langs lopen, dat is natuurlijk ook een fascinerende vraag waar ontzettend veel onderzoek naar gedaan is. En ik vind het echt oprecht indrukwekkend dat u juist deze vraag het komend jaar op tafel wilt hebben. Dus daarover mijn three cents zal het zijn, drie gedachten die ik had bij de onderzoeksopzet, waarbij mijn denken dus wordt geïnformeerd door mijn sociologische onderzoek naar mensenrechten aan de ene kant, papier en het dagelijks leven aan de andere kant. En als ik door die bril kijk, dan is mijn Het eerste wat opvalt in de onderzoeksopzet is het spreken over wet. Want in die ketenbenadering is een eerste keten dan de wet. En eigenlijk is in de opzet toch wel het idee van die wet is relatief homogeen. Je hebt verdragsrechten, je hebt de grondwet. Dat wordt uitgewerkt in wetgeving. En daarna gebeuren er dingen in de samenleving. Maar ik denk dat het toch belangrijk is, ook in de opzet, om te kijken naar onze meerlagige constitutionele orde en de manier waarop normen, zoals hier besproken en vastgelegd, ook heel erg van elkaar kunnen verschillen. En ik denk bijvoorbeeld aan het VN-verdrag Handicap, dat is in de zomer van 2016. Misschien waren sommige van u zaten hier toen onder geblaf van de hulphonden en mensen in rolstoelen. Met een doventolk voor de eerste keer werd dat VN-verdrag Handicap geratificeerd, gelijke behandeling voor mensen met een beperking. En naast dat verdrag werden in de jaren daarvoor en de jaren daarna allerlei wetten aangenomen die toch op zijn minst op gespannen voet staan met dat verdrag en soms ook echt strijdig ermee zijn. Dus wat de wet is op het gebied van gelijke behandeling, dat moet volgens mij uitgepakt en kritisch bezien, waarbij ik zelf vaak denk hoezeer die gelijke behandeling, zoals beloofd, afgesproken in verdragen, als het VN-verdrag Handicap, als het rassenverdrag, als het vrouwenverdrag, toch vaak niet hun vertaling vinden in wetten die, nou ja, bijvoorbeeld in dit huis worden aangenomen. Dus daar kritisch naar kijken, die schakel van de keten, dat is volgens mij een eerste stap om te nemen. Een tweede schakel in die keten is dan het beleid. En in de onderzoeksopzet is het zo, ja, er is beleid en we gaan kritisch bezien in hoeverre en op welke manier dat beleid werkt. Maar daarvoor moet je natuurlijk een theorie hebben. Je moet aannames hebben over wat effectief beleid is en wat effectief beleid maakt. En daar weten we natuurlijk heel veel over. Dat is al gememoreerd. Effectief beleid vraagt om duidelijkheid over wie dat beleid uit moet voeren. Dat vraagt om genoeg middelen. Dat vraagt om informatieverspreiding. Dat vraagt ook om een manier om te controleren of dat beleid inderdaad ook is gerealiseerd. En dat klinkt als enorme open deuren. Maar als ik bijvoorbeeld weer dat VN-verdrag Handicap in gedachten neem, dan is dat hier geratificeerd. Maar eigenlijk, als je daarna kijkt naar de formulering van beleid, dan die meest basale dingen van oké, wie moet het doen, waar is het geld, hoe wordt erop afgerekend, zijn eigenlijk dan helemaal niet uitgewerkt. Dus ik zou ook, ja, gewoon ook echt voor het onderzoeksraamwerk bepleiten om een model van wat beleid effectief maakt, om dat model ook te incorporeren in de onderzoeksopzet. Want als je niet weet wat effectief beleid is, dan is het natuurlijk lastig ook om te toetsen in hoeverre dat gerealiseerd is.
Nou, dat als focus op twee schakels van de ketting. Ik had precies dezelfde gedachte als de heer Van Zutphen. We hebben het over een keten, maar eigenlijk zou het een ketting moeten zijn. Het zou natuurlijk rond moeten zijn. Als je het hebt over de kloof tussen wet en werkelijkheid, dan gaat het natuurlijk om het dichten van die kloof. En dan is de grote vraag, in hoeverre komen ervaringen van burgers met discriminatie, beleid op dat gebied, wetten op dat gebied, in hoeverre komen die terug hier in het parlement en wordt daar iets mee gedaan? Dus ik zou aanraden om op dat gebied echt ook expliciet een onderzoeksvraag, een subvraag op te nemen. En waar ik dan zelf, een aantal hypothesen die ik zou formuleren over waarom die keten niet altijd een ketting is en niet goed sluit, hebben bijvoorbeeld te maken met het daadwerkelijk controleren of die, bijvoorbeeld die beloftes in al die verdragen, ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. En bijvoorbeeld als je het hebt over dat VN-verdrag handicap, of het rassenverdrag, of het vrouwenverdrag, dan zijn er verdragscomité's, die zien daarop toe en Nederland rapporteert aan die verdragscomité's. Die verdragscomité's die komen dan met rapporten over hoe het gaat met de vrouwenrechten in Nederland, of de rechten van mensen met een beperking, of discriminatie op basis van ras en etniciteit. Maar wat mij altijd opvalt, als iemand die dan op haar studeerkamer zit te kijken hoe het gaat in de Kamer, is dat die rapporten vaak nauwelijks terugkomen, niet aan de overkant en ook niet hier. Dus daar het kijken naar verdragsrapportages, zeker waar het gaat over discriminatiewetgeving, het kijken naar rapportages, bijvoorbeeld ook vanuit het ECRI, dus het Europese Comité dat echt toeziet op discriminatie in bredere zin, en rasdiscriminatie ook, dat is volgens mij een manier om de ketting te sluiten. Een andere is, kijk, het is nu natuurlijk mogelijk om wetten aan te nemen die botsen met artikel 1 van onze grondwet. Dat kan, als u dat met 2/3 meerderheid doet, of zelfs met gewone wetten, met gewone meerderheid, u knikt, gewone meerderheid, dan kunnen hier dus wetten voorbij komen die botsen met de grondwet. En als dat zo is in de uitvoering, dan kan ik als burger dus nergens terecht om dat aan de orde te stellen. Dus ik kan nergens zeggen van nou, deze wet botst met artikel 1 in de concrete uitvoering. En ik denk toch, als je het hebt over de effectiviteit van wetgeving die gaat over het eerste artikel van onze grondwet, dan moet je denk ik toch ook bezien de rol van de rechter in het sluitend maken van die cirkel. Dus wat als er inderdaad hier in deze huizen dingen gebeuren die botsen met artikel 1, in hoeverre moet je dan als burger ook naar de rechter kunnen stappen? En dan gaat het natuurlijk over het verbod op het toetsen aan de grondwet. En denk ik het belang, als je het hebt over een gesloten cirkel van die mogelijkheid openen. Maar goed, dat is een hypothese mijnerzijds. Ik denk dat met het opheffen van toetsingsverbod ook wetten die niet stroken met de grondwet, dus makkelijker terzijde, dat burgers daar meer mee zouden kunnen. Maar het bredere pleidooi is dus om niet een keten te bezien, maar een ketting en ook in het onderzoeksontwerp dat mee te nemen. Dus eigenlijk drie gedachten. Het eerste, als we het hebben over wet en werkelijkheid, moet het eigenlijk gaan over wet en werkelijkheid. Want wetten willen nogal eens conflicteren onderling. Het belang van het operationaliseren van wat effectief beleid is. En het belang van het sluitend maken van de ketting. Dus dat zou ik als gedachte mee willen geven in deze mooie missie die u het komend jaar gaat uitvoeren. Dank voor het hele heldere en puntsgewijze betoog. Met ook een aantal hypothesen die ons kunnen helpen om inderdaad het onderzoek verder concreet vorm te geven van waar we naar zouden kunnen kijken. We hebben een klein changement. Dat heeft te maken met de 1,5
meter wetgeving die we wel hebben en die we ook implementeren in deze Kamer. En achter de tafel neemt nu plaats Bert Nemmeijer, directeur-rector van de Academie voor Wetgeving. Ja, dank u wel voor deze uitnodiging. Ik ben verheugd met het initiatief van dit onderzoek. Er is meer dan genoeg aanleiding voor, lijkt me. En ik ga graag in op uw vragen. Zij het op de ene wat meer dan de ander, want die vragen zijn nogal veelomvattend, zoals ook al eerdere sprekers gememoreerd hebben. Een opmerking vooraf. In de hele discussie die mede aanleiding is geweest voor dit onderzoek, de initiatief voor dit onderzoek, worden heel veel wenselijkheden geopperd. En ik zou er wel, het is misschien goed om ons te realiseren dat al die wenselijkheden niet allemaal tegelijkertijd realiseerbaar zijn. Zo weten wij bijvoorbeeld dat maatwerk heel wenselijk is. Tegelijkertijd is maatwerk buitengewoon lastig te verenigen met gelijkheid en uitvoerbaarheid. Want maatwerk vergt, nou, dat is ook al eerder gezegd, heel veel extra informatie om juist op de burger toegesneden beslissingen te kunnen nemen. Maatwerk veronderstelt bovendien, ik durf het woord discretionaire bevoegdheid nu niet meer te gebruiken, maar beslissingsruimte. Anders kun je geen maatwerk plegen. En dat draagt weer niet bij aan eenvoud en daarmee niet aan doenbaarheid, wat we ook heel belangrijk vinden. Dus er zitten een aantal mooie wensen in, die ik ook onderschrijf in de discussies de afgelopen jaar een rol gespeeld hebben. Maar ik denk dat er nog wel een lastige afweging gaat komen in de concrete maatregelen, waarin er ook afgeruild moet worden tussen die verschillende belangrijke dingen die we willen bereiken. Begin ik graag met de tweede vraag die u gesteld hebt over het ketenmodel. En ik vrees dat het een beetje een repeterende breuk wordt, maar ook ik heb mij een beetje gestoord aan het ketenmodel, omdat dat een top-down model is. En dat kan aan analytische overwegingen kan dat best heel nuttig zijn, dus dat daar niets op tegen. Maar uit oogpunt van het systeem proberen te verbeteren, is het wellicht een minder geschikt model. En inderdaad, je wilt toe naar een lerende cyclus in plaats van een keten. Loop learning in jargon. Het openbaar bestuur moet dus leren om te leren. En dat begint met luisteren. De impliciete vooronderstelling in het ketenmodel is dat er vanuit de cockpit te Den Haag de samenleving in alle hoeken en gaten gestuurd kan worden. En voor zover dat kan, kan dat alleen als het model ook omgedraaid wordt, zodat het ook bottom-up gaat werken. En dat betekent dat je terugkoppeling organiseert en bottom-up signalen serieus neemt. Dat je feedback opzoekt en beloont en niet daarop afrekent. Nu hebben we daar een goede club voor. De heer hier naast mij, die daar ook buitengewoon snel op gewezen heeft. Burgers hebben daar hulp voor nodig, want, het is ook al eerder gezegd, veel burgers kunnen niet weten of willen niet en kunnen niet, doen vermogen. En ik denk dat, als je naar het ketenmodel kijkt, dat je in alle schakels van de keten en binnen die schakels terugkoppeling moet organiseren, wil dat model, punt 1, waarheidsgetrouwer worden en punt 2, ook gaan werken. En daar zijn allerlei middelen voor. Organiseer rechtsbescherming en toegang tot recht. Dat is ook in de motie in de Tweede Kamer aangenomen. Toegang tot recht, toegang tot de rechter en toegang tot goede oplossingen. Want de toegang tot de rechter is niet automatisch ook de toegang tot een goede oplossing. Organiseer ook sociaal-juridische hulpverlening. Sociale raadslieden, bij uitstek een goed voorbeeld. Er zijn er veel te weinig van. Organiseer burgerpanels bij allerlei uitvoeringsinstanties. Ga personeel uitwisselen.
inspecteer en doorloop burgerroutes en laat ambtenaren dat doen. Neem signalen van journalisten en media serieus. Ga ook onderzoek periodiek verrichten, audits. Dat zijn allemaal instrumenten om in die verschillende schakels van de keten signalen op te zoeken om die keten ook daadwerkelijk goed te laten functioneren. En ik denk dat we, als we moeten een focus moeten aanbrengen binnen op waar je binnen die keten je onderzoek en je oplossingen moet zoeken, dan is dat toch, denk ik, op de uitvoering van beleid en wetgeving en de effecten, met name daar die zich voordoen in het contact tussen burger en overheid, in die uitvoering. Daar is het meeste, daar doen zich de meeste problemen voor en daar zijn ook de oplossingen te vinden, zou ik denken. Nog een korte opmerking over het onderzoek. Ik vind de gedachte dat er onderzoek wordt verricht, heb ik net al gezegd, buitengewoon aantrekkelijk. Ik vind ook het idee dat je via cases, die ook systematisch zijn gekozen, dat je dat ook op die manier specificeert. Maar het was mij uit het verhaal nu, zoals ik dat kreeg, nog niet helemaal duidelijk hoe je dat binnen die cases gaat doen. Dat steekt wel nauw, denk ik, want het zijn heel, en daar is ook al door anderen op gewezen, is een baaiert aan factoren waar je rekening mee moet houden, die per case verschillen, maar sommige zijn ook gelijk. Dus dat vergt nog wel even een beetje studeren over hoe je dat verder gaat invullen. En dat ook gaat invullen zodanig dat je bij voorkeur daar ook oplossingen aan kunt ontlenen. En daarvoor moet je natuurlijk eerst zorgvuldig onderzoek doen. Maar het helpt ook als je dat zo inricht dat je ook verwacht dat er ook oplossingen uit kunnen voortvloeien. Mij is in het bijzonder gevraagd om over algoritmen iets te zeggen. En ik denk dat dat ook direct samenhangt, dat was vraag 5, de rol van algoritmen. Dat hangt direct samen met vraag 7 over discretionaire ruimte voor ambtenaren en juristen. Algoritmen zijn naar mijn mening niet alleen een probleem, maar ook deel van de oplossing. Dat wil zeggen, het is een illusie dat je zonder zou kunnen. In de grote besluitfabrieken moet je algoritmen kunnen gebruiken. De technologische ontwikkelingen staan niet stil. En ik denk dat ze ook een hele nuttige rol vervullen. Het is efficiënt, het gaat sneller, beter, nauwkeuriger. Het is zonder aanzien des persoons, in positieve en negatieve zin, hè? Even voor alle duidelijkheid. En je kunt ook bijvoorbeeld met logaritmen en data maatwerkgevallen proactief identificeren. Dus logaritmen zijn niet een soort algoritmen zijn niet per se de bron van kwaad, maar je kunt ze ook de kwaliteit van de uitvoering ermee bevorderen. Maar dan wel gereguleerd en gecontroleerd. Want dat is nu niet het geval. De huidige situatie over de wijze waarop digitale hulpmiddelen en algoritmen in het bijzonder een rol spelen in besluitvorming en een integraal onderdeel uitmaken van het besluit, op grond waarvan het besluit wordt genomen, van de gronden voor het besluit, die is problematisch, want de werking is niet transparant. Er is geen onafhankelijke juridische beoordeling van de beslisregels waar algoritmen uit bestaan. Er is geen controlemoment tussen de verschillende schakels in de keten. Het zijn eigenlijk de systeemontwikkelaars en data-analisten die bepalen hoe de verbindingen tussen de verschillende schakels in de keten worden gemaakt. Zonder dat er enige politieke en juridische controle op is. Het heeft akelige consequenties. Zo kan bijvoorbeeld de eerste schakel kan niet weten of controleren welke effecten toepassingen en consequenties van data die men deelt via die algoritmen, wat daar de consequenties van zijn. En schakels verderop in de keten, die kunnen niet herstellen of verifiëren, omdat het bijvoorbeeld van een andere organisatie wordt doorgegeven.
Dat betekent bijvoorbeeld dat fouten eindeloos gereproduceerd worden in de keten. En dat geldt ook, en we kennen natuurlijk algoritmen, maar we kennen ook zelflerende algoritmen die zelf uit alle data zichzelf verbeteren. Betekent ook dat ze, omdat ze zichzelf voeden met historische gegevens, dus ook de fouten uit het verleden automatisch reproduceren. En herstel van dat soort fouten, en al helemaal met terugwerkende kracht, is heel duur, technisch lastig en heel vaak onmogelijk. Al was het alleen maar omdat die gegevens van allerlei verschillende organisaties afkomstig zijn. En het voor één organisatie die een hele bundel van gegevens gebruikt, niet altijd herleidbaar is waar ze vandaan komen. En zoals u ook begrijpt, algoritmen, digitale besluiten maken weinig maatwerk mogelijk. Betekent dus dat als je wil dat daar zorgvuldiger mee omgegaan wordt, en zeker ook met het oog op het onderwerp van vandaag, discriminatie, dat dergelijke de werking daarvan voor uitvoerders, en maar ook voor burgers, transparant en uitlegbaar moet zijn. Dus niet computer says no, maar dat je kunt uitleggen waarom dat zo is. En dat heeft ook consequenties, denk ik, voor de wetgever. De wetgever moet digitalisering en de digitale hulpmiddelen veel beter verankeren in het proces van totstandkoming van wetgeving en beleid. En dat kan op verschillende manieren. Er bestaan ook mogelijkheden voor. Er zijn ook voorbeelden van in het buitenland. In Duitsland is geautomatiseerde besluitvorming alleen als toegestaan bij wet. En in die gevallen dat er expliciet wordt vastgesteld dat er geen discretionaire ruimte bestaat. De politiek... Ja, nog net, hè. De politiek moet zijn taak ook als wetgever in dit opzicht serieuzer nemen, zou ik denken. En die moet zelf ook wat meer kennis misschien krijgen over waar logaritmen en digitale uitvoering een rol spelen in uitvoering en hoe dat dan werkt. Hoe kun je de algemene beginselen van behoorlijk bestuur borgen in het proces van ontwikkeling en gebruik van logaritmen? In Frankrijk is dat geregeld in het algemeen bestuursrecht, waarin je verantwoording moet afleggen over de gegevens en bronnen die in een algoritme worden. Algoritme, moeilijk woord inmiddels, daar worden gebruikt. En je moet ook, heeft de overheid de plicht om uit te leggen wanneer algoritmen gebruikt worden. En als je bezwaar maakt tegen een besluit wat op digitale wijze genomen wordt, dan mag het bezwaar, de beslissing op bezwaar, niet ook op digitale wijze genomen worden. Kortom, er liggen denk ik voldoende ideeën en suggesties voor, ook voor de wetgever, om de digitale uitvoering van wetgeving ook van garantie te voorzien, zodat we enerzijds het kind, zodat we het kind niet met het badwater weggooien, want ik ben wel degelijk van mening dat digitaliteit, digitale uitvoering ook heel veel voordelen biedt, maar we moeten wel zorgen dat we niet al te veel ongelukken meenemen daarmee. Dat waren mijn opmerkingen. Dank u wel. Dank aan de heer Nijmeijer voor deze verstandige bijdrage. De alle vier waren natuurlijk zeer verstandig, maar in ieder geval ook een aantal nieuwe gedachten als het gaat om ook te kijken naar het buitenland van de voorbeelden die daar ook zouden kunnen worden geboden. En het thema van de lerende cyclus, dat komt terug in verschillende sprekers. Wij gaan nu naar de reactieronde en het doorvragen, want we willen vooral zoveel mogelijk vragen stellen en zoveel mogelijk antwoord op krijgen. En we beginnen met onze onderzoekscoördinator, professor Ashley Terlouw, die vanuit de onderzoeksopzet een aantal vervolgvragen zou hebben. Mijn suggestie zou zijn dat we aansluitend wat vragen inzamelen, ook van de leden van de commissie, en dan als totaal ook de antwoorden verwachten. Is het voldoende als ik de microfoon zo aanzet of moet ik hem verschuiven? Volgens mij gaat het uitstekend. Ja. Nou, allereerst buitengewoon veel dank voor deze inbreng. Het is zo rijk wat u in 4 keer 10 minuten allemaal op tafel hebt gelegd. En ik zie dit als een glansrijke start van het onderzoek.
want hier kunnen wij mee verder. Ik heb een paar vragen die specifiek aan een van de sprekers gericht zijn en een aantal algemene vragen. En ik heb het niet zo prachtig voorbereid als u allemaal, dus het kan dat ik steeds even op mijn papier moet kijken. Wat dacht ik ook weer bij meneer Van Zutphen en wat dacht ik bij mevrouw Loenen? Allereerst een vraag aan mevrouw Loenen. U zei het is ontzettend veel, hoe houden we het behapbaar en de oplossingen kunnen zo ontzettend uiteenlopen. Ik heb daar twee vragen over. Het eerste is, wat mist er? Want u zegt het is zoveel, maar mist er ook iets? Zijn er ook dingen die erbij zouden moeten? En welke dingen zouden er dan uit moeten? En hoe identificeren we, en dat is misschien een vraag aan alle vier de sprekers, hoe identificeren we wetgeving die op die vier terreinen tot problemen leidt? Want we hebben het niet alleen maar over de gelijke behandelingswetgeving. Ik zou zeggen, in beginsel eigenlijk niet over de gelijke behandelingswetgeving. U noemde de WMO. Maar hoe identificeren we per terrein wetgeving waar het om gaat, die tot die problemen leidt? En dat is meteen ook een antwoord op meneer Niemeyer, deels. Want mijn idee over de aanpak is dat je binnen die vier terreinen een aantal problemen zou moeten identificeren, 3 of 4 problemen, en moet kijken welke processen daar nou eigenlijk achter zitten. Dan kom ik weer terug bij mevrouw Loenen, want die zei, ja, de processen kunnen zo verschillend zijn. En ik zou het mooi vinden als wij kunnen achterhalen welke hoofdprocessen spelen dan. En hebt u daar ideeën over? En welke hoofdprocessen voor de verschillende velden of voor 1 of 2 van de velden ziet u? En daarbij ook een vraag, maak het niet te veel, ga niet opnieuw het wiel uitvinden, ben ik het helemaal mee eens, we moeten een meta-aanpak doen, kijken naar wat ligt er al, maar is er ook in uw ogen een nieuw empirisch onderzoek nodig en waarnaar dan? De discretionaire ruimte, de professionele ruimte, kwam al ter sprake en het zat ook in een van onze vragen. Ik zie dat als een van de grote problemen. Hoeveel maatwerk wil je de uitvoerders geven, hoe weinig maatwerk? Nou, dat hebt u al, verschillende van u hebben dat aan de orde gesteld. Mevrouw Loenen zei, niet te veel maatwerk willen geven. Maar als je niet te veel maatwerk wilt geven, hoe zorg je dan dat de uitvoerders wel de verantwoordelijkheid nemen om het op een goede manier te doen? En niet zeggen, nou, ik kijk naar de regel, regel is regel. En ik doe braaf wat in de regel staat. En verder kijk ik niet. Iedereen is voor mij gelijk en de uitwerking blijkt ongelijk te zijn. Goed, dan. Ik heb natuurlijk veel meer gedachten bij wat u hebt verteld, mevrouw Loenen. Maar ik vond het prachtig wat u zei over het versterken van de positie van andere actoren. Dat deel ik helemaal en zullen we zeker naar kijken. Meneer Van Zutphen. De cirkel, ja, we hoorden het daarna iedereen zeggen, helemaal mee eens. Ik heb zelf soms een beetje moeite met keten om andere redenen. En dat is alsof die verschillende actoren zo aan elkaar geklonken zitten. Terwijl ik vind dat die actoren allemaal een eigen rol hebben. En juist onafhankelijk van elkaar soms moeten oordelen. En dat is met name als het om de rechter gaat, vind ik, het geval. Die zou ik echt niet als onderdeel van de keten willen zien. En ik zou het heel erg mooi vinden als men wel elkaar ziet als, als organisaties waar je rekening mee moet houden, waar je naar moet luisteren en waar je mee moet praten. Maar niet als organisaties die elkaar dwingen. En dat vind ik lastig voor de wetgever. Want de wetgever wil natuurlijk juist wel een beetje dwingen. Dus dat is voor mij ook een vraag aan u. Hoe ziet u de rol van de wetgever in dit geheel? Want u kijkt naar de burger, maar het gaat hier ook om, wat kan de Eerste Kamer doen? Wat kan het parlement doen? Aan welke knoppen, dat zegt meneer Ganzenvoort, dus aan welke knoppen kunnen wij draaien om te zorgen dat dit beter gaat verlopen? En u noemde de omkering van de bewijslast. Die omkering van de bewijslast staat al in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Waarom werkt die niet? Hij is er, maar hij werkt volgens mij niet, omdat het nog steeds vereist is dat er feiten aan worden gevoerd die onderscheid kunnen doen vermoeden.
Maar hoe komt de burger met die feiten? Dus ik zie nog niet per se zoveel heil in die omkering van de bewijslast. Het is een verbetering, maar daarmee zijn we er volgens mij niet. Dan uw plicht tot uitleg geven. Die vind ik heel belangrijk. Maar hoe krijgt de wetgever dat voor elkaar? Moeten we in wetgeving die plicht zetten, die verantwoording afleggen? Maar hoe moet ik dat dan zien in de individuele relatie met de burger? En ook aan u de vraag, is er nieuw empirisch onderzoek nodig? Ik weet dat u zelf al heel veel empirisch onderzoek hebt gedaan. Even kijken. Ik hoor steeds, het grote probleem ligt bij de uitvoering. Heeft een beetje te maken met de vraag die ik eerder al stelde. Hoe kan de wetgever dan zorgen dat de uitvoering beter gaat functioneren? Mevrouw Omen, ook u had liever een ketting dan een keten, heel blij mee. Maar u had het ook over controle. En ik vraag me af, als je veel controle gaat uitoefenen, leidt dat dan niet tot minder vertrouwen en tot meer vrees voor afrekencultuur? En moet je niet juist soms een beetje minder controleren en meer overlaten? En dan het toetsingsverbod. Ik ben het ermee eens. Het zou goed zijn als dat wordt opgeheven. Maar is dat nou echt de kern van het probleem? Want we kunnen toch ook toetsen aan verdragen. En welke bescherming biedt de grondwet die meer is dan de bescherming die verdragen bieden als het gaat om ongelijke behandeling? Het staat mooi prominent in artikel 1 van de grondwet, maar toch vrij beperkt als je het vergelijkt met allerlei verdragen. Dank u wel dat u erop wijst dat de wetgeving niet homogeen is, maar ook aan u dus ook de vraag, hoe gaan wij nou wetten identificeren waar het misgaat? U noemde er een paar, daar ben ik blij mee, maar we gaan met een team onderzoekers werken. Hoe ga ik opdracht geven, gaan wij opdracht geven aan die onderzoekers om te werk te gaan om die wetgeving te identificeren? Meneer Niemeyer, ook u zei focus op de uitvoering. Hoe moeten wij focussen op de uitvoering, contact burger-overheid, terwijl we hier als wetgever zitten en als wetgever het onderzoek doen? En wat kan de wetgever doen? Verval in herhaling. En ook u legde een nogal sterke nadruk op controle, maar dat ging over de algoritme. En u zei de controle ontbreekt. Ik dacht ook, hoe moeten we die controle organiseren? En ik vind de transparantie heel belangrijk, maar hoe gaan we zorgen dat dit transparantie in de wet komt? Moet daar een plicht komen voor allerlei uitvoeringsorganisaties om transparant te zijn over het gebruik van algoritme? En dan kom ik eigenlijk terug bij mevrouw Loenen, want die begon met maak het niet te complex. Is dat überhaupt op een manier te doen die zo weinig complex is dat het voor de burger te volgen is? U als wetgevings... De organisatie voor de wetgeving hebt daar misschien inzicht in. Heel interessant vond ik dat u vergeleek met het buitenland. Staat ook in het onderzoeksvoorstel dat wij rechtsvergelijking zouden willen doen. Maar eigenlijk aan u allen de vraag, naar welke landen moeten we kijken voor welke thema's? Want, dan kom ik weer terug bij mevrouw Loenen, de tijd is beperkt. Hoeveel rechtsvergelijkend onderzoek kun je eigenlijk doen in een jaar? Je moet eigenlijk wel direct weten, daar zit iets interessants. We moeten naar Duitsland kijken voor dat thema, voor Frankrijk voor dat thema. En misschien helemaal buiten Europa voor nog een ander thema. Gaat het toch niet goed met de microfoon? Straks bedenk ik vast dat ik nog dingen ben vergeten, maar dit was het voor nu. Dank u wel. Een rijke oogst aan vragen ook al gelijk, die ook weer ons verder helpen om na te denken. We maken een rondje langs de leden van de commissie om daar vragen nog aan toe te voegen, aan te scherpen en daarna voor een aantal antwoorden en vervolggesprek. Ik geef eerst het woord aan collega Petra Stienen en misschien kan alle microfoons kunnen uit. Meneer Niemeyer, zou ook uw microfoon kunnen uitdoen? Oh, pardon. Dat helpt, ja.
mag ik zo meteen weer aandoen bij de beantwoording, maar dat komt zo. Ja, dankjewel en dank aan u allen. Ja, ik gooi er nog een metafoor in, misschien mozaïek. En dan een paar hele grote juwelen in die mozaïek benoemen. En dan heb je niet altijd delen die elkaar raken, maar wel onderdeel zijn van de rechtsstaat, waar we hier met z'n allen zitten. Ik heb een paar observaties en ja, ik zijn misschien, doet het iets bij u, zie mijn observaties als meedenken en misschien ook wel een impliciete vraag. Ik vind het verhaal van die loop learning heel erg interessant. Wat ik merk als part-time politicus, wat we hier zijn in dit huis, is dat heel veel mensen die bij ons invloed willen hebben, niet snappen hoe wij werken. Dus vandaag hebben wij heel veel mails gekregen over de wetgeving die nu plenair behandeld wordt, zodat we er eigenlijk niet heel veel meer mee kunnen. Want dat is misschien ook wel het woord dat ik nog een beetje heb gemist in jullie analyses, het woord politiek en politieke afweging. Want hoe wij hier met z'n allen zitten, uiteindelijk hebben we allemaal een verschillende interpretatie van die wet, vanuit waar wij staan als politicus. Dus in die loop learning zou ik het organisaties en de samenleving gunnen dat ze weten dat als ze iets bij ons willen inbrengen, dat dat in de schriftelijke ronde veel meer effect kan hebben dan op de dag dat we moeten stemmen. En goed, je ziet soms dat bepaalde lobbyclubs voor bepaalde belangen dat net iets beter doorhebben dan misschien wel bij één. Mag ik suggereren om toch iets meer in de vorm van een vraag te formuleren? Ja. Dan kunnen we het meest uit deze sessie halen. Nou, ja, weet je Ruud, maar ik vind het gaat ook over dilemma's. En ik signaleer wel iets dat ik aan jullie, van hoe gaan we daarmee om met dit dilemma? Dat de samenleving niet altijd weet hoe ze hun zorgen bij ons moeten krijgen. En dan heb ik ook nog wel een vraag over loop learning voor onszelf. En dat is een beetje aansluitend op de observaties van mevrouw Ome over artikel 1. En dat is denk ik iets voor ons om misschien later nog eens wat dieper op in te gaan. De politieke afweging, misschien moeten we ook een keer met elkaar kijken naar een casus. En ik gooi er toch eentje in het midden, de IND dwangsommen, tijdelijke dwangsommenwet. Daar hebben wij als fractie gemengd gestemd, omdat naar de mening van een paar mensen, of de analyse van een paar mensen in onze fractie, artikel 1 in het geding was. En dan krijg je toch dat die politieke afweging, lees het regeerakkoord, coalitiebelang, meespeelt. Dus ik ben toch wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Daar laat ik het bij. Bettina Waaij van 50 plus. Ja, dank. Dank ook aan de inbreng. Zeer interessant en zeer verhelderend ook. Wat mij opviel was een opmerking van de heer Van Zutphen. En eigenlijk schrok ik daar ook wel heel erg van. Eigenlijk zien we maar het topje van de ijsberg. Want als niemand klaagt omdat er geen vertrouwen is in de overheid, dan kan je dat met geen enkele wetgeving natuurlijk dichten. En mijn vraag zou zijn, hoe is het mogelijk voor ons om dat vertrouwen, de enorme kloof tussen politiek, tussen het parlement en de burger, beter te dichten? En dan had ik nog een korte vraag aan mevrouw Omen. Terecht zei zij dat er al heel veel rapportages zijn, maar die nauwelijks betrekking hebben wanneer wij een behandeling hebben, bijvoorbeeld over wetgeving. En dat kan ik wel beamen. Dat komt ook door de enorme hoeveelheid aan rapportages. En ziet zij een mogelijkheid om die rapportages bijvoorbeeld veel compacter te maken, zodat dat ook voor ons een hulpmiddel zou kunnen zijn? Dank. Dank. Ik ga naar de heer Van den Burg van de VVD. We hebben geen vragen. Paul Frentrop, Forum voor Democratie. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ook dank u wel voor alle deskundigen. Zeer stimulerende, inspirerende opmerkingen die u allemaal maakt. Ik heb voor mezelf, denk ik, wij zitten aan de beginfase van ons onderzoek. En wat doe je als je aan de beginfase van onderzoek zit? Dan wil je een goede definitie hebben van je probleem. En je wil de omvang van het probleem ook weten. De definitie van het probleem, daar heb ik eigenlijk van de inleiders heb ik eigenlijk niks over gehoord. Ik denk dat u wel weet hoe het zit.
Dat is bij mij nog niet helemaal zo. De omvang van het probleem, daar hoorde ik meneer Van Zutphen over zeggen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel zorgelijk, wat u zei. U zei, ja, 3/4 van de mensen, die rapporteert toch niet. Want die denkt, ja, dat heeft toch geen zin. En toen dacht ik, ja, een beetje oneerbiedig. Ja, dat heb je ook bij fietsendiefstal en zo. Dat, als je toch weet dat je fiets niet terugkrijgt, ga je dat niet melden. Het is natuurlijk van wat andere orde. Maar er zijn juist voor deze zaak zijn er aparte meldpunten en zo. Ik heb juist het idee van hier kunnen mensen makkelijk de vinger opsteken. Dus zou misschien iets kunnen aangeven van waarom het dan toch zo is dat 3/4 van de mensen er niet eens aan begint. Dan was ik ook geïnspireerd door wat mevrouw Ome zei van ja. Kijk nou eens hoe effectief je beleid is. Ga die cirkel. En dan denk ik dat wij een beetje boter op ons hoofd hebben. Want bij andere beleidsterreinen, daar hebben we bijvoorbeeld de rekenkamer. Die kijkt ook altijd hoe effectief de beleid is geweest. Nou, dat valt dan behoorlijk tegen. En daar doen we in het parlement dan ook eigenlijk maar weinig mee. Dus hoe moeten we dat hier doen? En dan zei u, en dat vond ik eigenlijk wel een goede aanpak. Ik wil echt checken of ik dat goed begrepen heb. Kijk nou eens naar al die internationale verdragen. Nou, dat zijn allemaal rapportages. En dan zouden wij als commissie zouden we op basis daarvan een soort nulmeting kunnen doen. Van ja, hoe erg is het nou, hoe erg is het probleem in Nederland? Daar hebben we dus allemaal rapportages voor. Dat lijkt mij dan, als ik het goed begrijp, maar corrigeert u mij als het anders zou moeten. Lijkt mij de aanpak. Vraag, is dat juist? Oh ja, en dan nog één. Als ik even mag voorstellen, een opmerking. Het gaat over de definitie van het probleem, discriminatie. Een ervaring van ons allen in de Senaat hier de laatste dagen is, denk ik, dat we ontzettend veel e-mails hebben gehad van mensen die zich zorgen maken over de coronatestwetgeving waarover vandaag beraadslag wordt. En als je die e-mails, daar wordt om de havenklap wordt daar gesproken van discriminatie, apartheid. Terwijl ik denk, ja. Wat is nou eigenlijk discriminatie? En dat brengt mij weer naar het thema van vandaag, de cirkel van hoe definiëren we ons probleem. Dus ik denk dat er in de maatschappij niet een goede definitie bestaat van wat discriminatie nou eigenlijk is. En ook wat het niet is, wat wel kan en wat niet kan. En dat zou ik ook mee willen nemen, misschien een reflectie van een van u daarop, hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Dat is dan overigens. Dank. Dit is misschien ook een goed moment om de leden te verontschuldigen van onze commissie die op dit moment in het plenaire debat zitten over de COVID-maatregelen. Mevrouw Greet Prins van het CDA en de heer Hamid Karakus van de Partij van de Arbeid. Om die reden konden ze hier niet bij zijn, maar ook zij hebben beschikking over de verslaglegging van deze bijeenkomst, dat het ook voor hen kan meespelen in de verdere voorbereiding. Ik stel voor dat we naar de beantwoording van een hele reeks van vragen gaan. En als we dat allemaal helemaal puntsgewijs doen, dan komen we misschien niet helemaal uit vandaag. Dus ik zou ook de vier inleiders willen vragen om daar even die punten uit te lichten die volgens hen het meest wezenlijk zijn om aan ons als commissie nog mee te geven. En ik doe dat maar eens een keer in de omgekeerde volgorde. Dus ik begin bij de heer Niemeyer. Ik zei eerder Nijmeijer, maar ik moet wel echt Niemeyer zeggen, heb ik begrepen. Dus dat ga ik ook doen vanaf nu. En dan gaan we zo het rijtje rond, maar dan nog een keer de volgorde. Dus kies je vooral die vragen uit van de leden van de commissie en van onze onderzoekscoördinator, die volgens u het meest relevant zijn voor ons onderzoek. Ja, dank. Ik besef dat het wel een probleem is om op die vier terreinen de belangrijkste problemen te kunnen selecteren. Hè? Want dat is natuurlijk toch een uitdaging. Ik denk dat je daarvoor zo divers mogelijke bronnen moet raadplegen. En dat zijn natuurlijk, is dat het wetenschappelijke onderzoek en dergelijke, zeker, maar ook allerlei andere vormen van kennis over, op, laat me zeggen, de grond van de samenleving, bij burgers. En die vind je bij allerlei verschillende bronnen. En ik denk dat je misschien ook wel goed te raden kunt gaan bij een beperkt aantal deskundigen die daar onderzoek zelf naar gedaan hebben. Dat je die eerst eens interviewt om hun te vragen, laat me zeggen onderwijsdeskundigen, om hun te vragen waar kunnen we nou het beste beginnen. Dat is een redelijk efficiënte manier om het wat in kaart te krijgen, behalve dan literatuuronderzoeken en dergelijke. Dus dat kan zeker helpen.
En ook allerlei andere rapportages, literatuur, ook van de nationale rapporten van de Nationale Ombudsman en dergelijke. Maar goed, dat spreekt voor zich, denk ik. Hoe kunnen we het vertrouwen in de politiek weer terugkrijgen en ook wat kan de wetgever? Ik denk dat de wetgever misschien ook toch wel wat meer oog zou moeten ontwikkelen in het vaststellen van wetgeving voor de uitvoering daarvan. In de huidige situatie is daar wel degelijk ook oog voor, maar tegelijkertijd worden de mogelijkheden niet zelden beperkt, niet alleen maar door juridische voorschriften, maar ook door financiële voorschriften en financiële mogelijkheden en politieke overtuigingen. En door overtuigingen over wie welk risico moet dragen, bijvoorbeeld. En ik denk dat daar, dus in die zin is er wel degelijk wat meer ruimte voor de wetgever om zich te bekommeren over de wijze waarop het uitgevoerd zal moeten gaan worden. Niet uitsluitend in termen van juridische voorschriften, maar ook in termen van de ruimte die gegeven wordt voor die uitvoering om datgene te doen waar die wetgeving voor bedoeld is. En nu zie je dat uitvoeringsorganisaties, die staan heel vaak in een verantwoordingsrelatie tot het parlement en de wetgever. Terwijl ze tegelijkertijd ook moet zo goed mogelijk proberen uit te voeren, maar dat die uitvoering trekken krijgt van die uitvoering die zich meest leent voor een zo goed mogelijke verantwoording. Goal displacement heet het. Je gaat dat doen waarvoor je weet dat je de handen op elkaar krijgt in Den Haag. Bijvoorbeeld dat je je bezuinigingsdoelstelling gehaald hebt, ik noem maar wat. Of dat je een bepaald aantal beslissingen hebt genomen. En dan is je uitvoering is meer gericht op verantwoording dan op het goede te doen waarvoor de wet waar je over gaat oorspronkelijk voor bedoeld was. Dus ik denk dat daar best ook voor de wetgever wel degelijk ruimte is om dingen anders te doen. Met het oog op juist die uitvoering. En ik denk dat burgers dat het vermogen van burgers om wetten na te leven, voorschriften na te leven, makkelijk overschat wordt. Het is al genoemd, hè? Het gaat om weten, het gaat om willen en het gaat om kunnen. En het doenvermogen, dat begrip kennen we inmiddels allemaal, maar dat is ook wel een serieus probleem. Als je bijvoorbeeld het aantal laaggeletterden of analfabeten in Nederland kent, nou, dan heb je al een enorme categorie te pakken van burgers die eigenlijk niet goed in staat is om na te leven, al was het alleen maar omdat ze niet weten en niet kunnen. Dus ook daarvoor zou enige aandacht, denk ik, wel wenselijk zijn. En ook daar denk ik toch wel degelijk dat er mogelijkheden voor de wetgever zijn. Nou, dat waren een paar antwoorden op jouw belangrijke ingewikkelde vragen ook. We doen ons best, ja, dank. Als u de microfoon weer eventjes uitzet, dan ga ik naar mevrouw Omen. Ja, wat is discriminatie? Ik moest terugdenken aan Aristoteles, met gelijke gevallen gelijk behandelen, ongelijke gevallen ongelijk. Het is natuurlijk een hele fundamentele vraag en ik denk ook wel een hele goede om pontificaal het rapport mee te beginnen, waarbij we natuurlijk in onze gelijke behandelingswetgeving en in de wetsgeschiedenis van artikel 1 wel heel duidelijk uiteengezet hebben wat in Nederland wordt beschouwd als discriminatie. Dus dat lijkt me inderdaad een mooi startpunt. Op de vraag van mevrouw Terlouw, van ja, waar moeten we nou op letten? Hoe moeten we het nou operationaliseren binnen die verschillende domeinen? Denk ik zelf dat het nuttig is om toch te kijken naar verschillende discriminatiegronden. Dus echt toch wel onderscheid te maken tussen discriminatie op basis van ras, beperking seksuele geaardheid. Ja, dan moet je natuurlijk nog kiezen. Maar omdat het toch wel hele ook weer verschillende domeinen zijn, is dat misschien een nuttige manier van werken. En wanneer je dat doet, denk ik dat je veel kunt hebben
aan die VN-verdragen. Over die VN-verdragen, dat zijn natuurlijk allemaal eigenlijk ook vormen van uitwerking van het idee, gij zult niet discrimineren. En dan is het voor het vrouwenverdrag is het uitgewerkt voor vrouwen, VN-verdrag handicap voor mensen met een beperking. Die uitwerkingen die zijn natuurlijk onvolkomen. Als ik weer even het voorbeeld neem van dat VN-verdrag handicap. En ik denk terug aan 2016. Ik herinner me nog Jan Troost, zijn zoon studeerde bij ons. Dus hij was daarna met zijn rolstoel in Middelburg. En hij vertelde, ook met echt tranen in zijn ogen, over wat dat verdrag betekende voor veel mensen met een beperking. En ik heb die behandeling heb ik helemaal van meet af aan bestudeerd. Wat je daar ziet is, en dat is het punt van mevrouw Stine, dat er in de lobby allerlei accenten zijn gelegd. Dus de mensen met de hulphonden, die waren heel goed en die zaten hier ook. De mensen van de club voor mensen met autisme, die kwamen er nauwelijks doorheen. Dus in die kamerbehandeling zijn accenten gelegd die een verschil maken, ook nu in wie al dan niet baat hebben bij dat verdrag. Dus dat is zeker een punt om op te letten. Maar je kunt zeggen, zo'n verdrag, dat zette een norm over gelijke behandeling van mensen met een beperking. Als je nou onderzoek wil doen naar hoe staat het ervoor met die gelijke behandeling nu, 5 jaar later, en je gaat mensen met een beperking interviewen, dan zul je zien, en dat is ook op veel plaatsen gedaan, dat veel mensen eigenlijk het gevoel hebben dat het sindsdien achteruit is gegaan. En om te kijken waar dat gevoel zit, ik denk zeker dat je mensen moet interviewen, dat je daar ook die onderzoeken die daar gedaan zijn moet gebruiken. Ik denk dat die verdragsrapportages nuttig zijn, omdat ze toch in al die artikelen nagaan van, hey, wat is er nou gebeurt in Nederland? In hoeverre is er iets gebeurd binnen het onderwijs, in het openbaar vervoer? In hoeverre is dat en in welke wetten is dat vastgelegd? Dus ik denk dat methodologisch dat het goed is om naar die verdragsrapportages te kijken. Mevrouw Rijtimmermans heeft natuurlijk een heel goed punt. Als u zegt, van het zijn ook wel heel veel rapportages. Hoe moeten we daar nou mee omgaan als kamers? Kijk, hoe het zit met het VN-systeem, met die VN-rapportages, is Nederland rapporteert per verdrag en krijgt dan commentaar per verdrag en dan een heel systeem eromheen. Maar daarnaast is er ook al iedere 4 jaar een rapportage over hoe staat het in Nederland algemeen met de mensenrechten, de Universal Periodic Review. Dus dat vind ik altijd zelf wel een soort samenvattend hoofdstuk om in elk geval goed naar te kijken. Maar goed, dan zijn er die verdragen, dan is er dat commentaar en dan is er de vraag, waarom is het nou zo dat in 2016 wordt hier zo publiekelijk gezegd van, nou, wij als Nederland gaan ons inzetten voor de rechten van mensen met een beperking en waarom zijn die nu 5 jaar later slechter af? Wat is daar nou gebeurd? En daar denk ik dat toch dat aspect van die controle, hoe belangrijk is controle, dat een stok achter de deur wel helpt. Dus het feit dat wij wel dat verdrag hebben geratificeerd, maar niet het protocol waarmee mensen dan naar de rechter kunnen of eventueel naar Genève om te zeggen van, hey, ik mag nog steeds niet met mijn rolstoel de bibliotheek in. Dat maakt toch dat het allemaal wat minder verplichtend wordt. En ik denk dat zelf, dat daar de kloof tussen wet en werkelijkheid in elk geval voor een deel uit te verklaren valt. Zou het nou uitmaken, de rechter mag in Nederland wetten toetsen aan verdragen. Zou het nou uitmaken als de rechter ook nog wetten mag toetsen aan de grondwet, bijvoorbeeld aan artikel 1 van de grondwet? Ik zelf denk van wel, omdat juist het recht op gelijke behandeling in veel verdragen alleen maar een afgeleid recht is. Dus bijvoorbeeld in het EVRM heb je artikel 14, daar staat je mag niet discrimineren op basis van godsdienst, de andere EVRM-rechten. En niet, het is niet als eigenstandig recht staat het erin. En hetzelfde geldt voor de verdragen. Dus daar heeft juist het opheffen van het toetsingsverbod toegevoegde waarde. Ook omdat
natuurlijk niemand wil discrimineren. En ook in dit huis, dus hier komen volgens mij vaak wetten voorbij, waarvan pas veel later in de uitvoering blijkt dat ze discriminator zijn. Dus ik woon in Zeeland. Wij arme Zeeuwen moeten iedere keer dat we door de Westerschelde-tunnel gaan 5 tot 10 euro betalen. Dat is op basis van een uitzonderingswet, de tunnelwet, enige plek in Nederland waar je tol moet betalen. Dat is voor mij een schending van het recht op gelijke behandeling. Die tunnelwet in zijn uitvoering valt niet tegen artikel 1 aan te leggen. Dus ik denk zelf, en echt niet alleen maar met dat Zeeuwse voorbeeld in gedachten, dat opheffen van het toetsingsverbod daar iets zou toevoegen. Dus vandaar mijn pleidooi om ook daar in het onderzoek naar te kijken. Dank, de heer Van Zutphen. Ik zou heel veel willen zeggen, dat duurt allemaal veel te lang, maar bij dat laatste sluit ik graag aan. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we een nationale toetsing krijgen, omdat het veel sneller gaat. Want als we naar Straatsburg gaan, dan zijn we 10 jaar verder voordat we een keer een uitspraak hebben. Dus dan hebben we 10 jaar lang, zeker als wordt gezegd, zo mag het niet, dan zijn we 10 jaar later. Dus volgens mij, en bovendien, het gezag van de eigen rechter wordt denk ik op dit moment wat sneller aanvaard dan het gezag van de rechter in Straatsburg. Tenminste, als ik de krant lees, dan zou ik dat kunnen concluderen. Mag ik daar heel even op inhaken? Maar de nationale rechter kan toch gewoon toetsen aan verdragen? Dan gaat het toch even snel. Ja, maar het gaat met name om de grondwet. Dus ik denk dat die grondwet echt substantieel verschilt in de manier waarop er wordt gekeken naar een rechter die dat mag toetsen als onze eigen grondwet en daar iets over mag zeggen over de rechtsstatelijkheid van wetten en uitvoering in Nederland. Dat toegevoegde waarde heeft. En zeker in de snelheid. Maar dat is toch wel, ja, het is een overtuiging, maar ik denk dat ik hem ook wel kan onderbouwen. Dan over de echte vragen die aan mij werden gesteld. De politiek en de wetgeving. Ik denk dat het heel belangrijk is dat u bij uw werk zich steeds afvraagt of de fundamentele rechten in de wetten die hier worden besproken en worden in stemming worden gebracht, of die voldoende zijn geborgd. En u vroeg mij ook iets over vraag 4 of punt 4 in de brief, toeslagen. Ik denk dat als er beter was gekeken toen we de fraudewet maakten en toen we een aantal andere wetten maakten die met dat fraudedenken, nou ja, daarmee zijn, ik zou bijna zeggen, geïnfecteerd. En ons hadden afgevraagd of dat wel rechtsstatelijk was en of de fundamentele rechten voldoende waren geborgd in die wetten. Dat het antwoord nee was geweest en dat was prettig geweest als dat niet zover was gekomen. Dus ik denk echt dat hier moet worden gesproken, juist hier in de Eerste Kamer, over zijn de fundamentele rechten in al die wetten die we hier ter behandeling voorgeschoten krijgen voldoende geborgd. Dat is een politieke vraag. Dat is niet een vraag die je alleen maar met ja en nee kan beantwoorden. Die zijn op verschillende manieren te beantwoorden. Maar dat debat zou hier moeten plaatsvinden. Dat helpt volgens mij enorm. En ook ik moest denken aan, toen er werd gezegd, ja, gelijke gevallen gelijk behandelen aan de toevoeging die daarbij hoort. En ongelijke gevallen naar mate van een ongelijkheid. Maar daar voegt, herinnerde ik me ineens, toen ik een boek las van professor Hart, The Concept of Law, daar wordt aan toegevoegd dat je daarbij wel moet definiëren aan de hand waarvan je dat dan vaststelt. Dus welke criteria. En ik denk dat u daar ook, zeker in de debatten over de wetten die hier aan de orde zijn, dat u zich zo moet rekenschappen moeten geven. Oké, dat artikel 1, dat is wel duidelijk in wat er wordt bedoeld. Maar aan de hand van welke criteria gaan we kijken of er sprake is van echte ongelijkheid. Als u dat zou doen met haarkleur bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld ook in het boek wordt genoemd, rood haar als onderscheidend criterium voor de vraag of je wilt niet in aanmerking komt voor een, laten we zeggen, woonvergunning, dat zou toch wel wat merkwaardig zijn. Dus denk na over wat, aan de hand van welke criteria beoordelen wij of er sprake is van daadwerkelijke ongelijkheid. En is er dan aanleiding om verschillend te behandelen? En eigenlijk komt dat ook wel weer aan de orde dan bij dat maatwerk, hè, waar een vraag over werd gesteld. Ik denk dat maatwerk voor iedereen onmogelijk is, dan is het geen maatwerk meer. En als ik kijk naar de praktijk, naar mijn eigen praktijk van de afgelopen jaren, neemt u bijvoorbeeld toch maar weer die toeslagenaffaire. We weten nu dat het gaat over 30.000 gezinnen waarschijnlijk. Misschien dat het er iets minder zijn, want er zijn wat ontwikkelingen. Maar, en vandaag heeft de staatssecretaris er iets over gezegd. Maar het gaat, onze eerste voortgangsrapportage is overigens uitgekomen vandaag als het gaat over klachtbehandeling. Maar als ik kijk dat daarvan maar 300 ouders met 1 advocaat zich bij mij hebben gemeld, dan kom ik ook even bij uw vraag terecht. Nou jongens, maar die fietsen die meld je ook niet meer, dus discriminatie ook niet. Nee, mensen vinden het heel ingewikkeld om aangifte te doen, om klacht te doen, om die hobbel te nemen, om die stap te zetten. Dus die paar signalen die we krijgen, die moeten al aanleiding zijn om in actie te komen. En om even heel precies te zijn in dat onderzoek waar ik het over had, die verkleurde beelden. De mensen die wij hebben gesproken, 75% van de burgers met een ervaring van etnisch profileren dient geen klacht in.
driekwart dus niet. En van die driekwart zegt 72%, want dat heeft toch geen zin. Nou, dan zijn we helemaal precies. Dus je hebt altijd groepen en mensen die zeggen, nou, laat maar zitten, laat maar gaan. Maar van de mensen die dat zeiden op dit terrein, zei ruim 70%, omdat het toch geen zin heeft. Dat is, als we dat vergelijken met andere onderzoeken die wij doen, hoog. Met andere woorden, het vertrouwen dat het aan de orde komt en dat het tot iets leidt, is zeer beperkt. Nog één opmerking, als het mag, voorzitter, over de omkering van de bewijslast. Ik hoop dat ik heb gezegd in mijn eerste verhaaltje dat dat niet te juridisch moet worden gezien. Want dan wordt het een blokkade. En ik ben het helemaal eens dat het vaststellen van de feiten is vaak lastig. En daar struikelen ook vaak klachten op. Maar, en ook bezwaar en beroep overigens. Dus als we dat nou weten, dat de echte vragen rondom etnisch profileren en discrimineren niet aan de orde komen omdat het rondom de feitenvaststelling al misgaat, is mijn voorstel, sla dan die feitenvaststelling over en vraag wat is je overkomen en begin daarover het gesprek. En dat is de omkering die ik bedoel. Dus niet eerst zeggen, bijna juridisch, stel die feiten maar vast en dan pas kijken of er aanleiding is voor een gesprek. Want dan missen we, nou ja, dat is volgens mij ook de basis voor die 70% die zegt, ik heb er toch geen vertrouwen in, want ik word toch niet geloofd. Dat is eigenlijk de achtergrond. En ik denk dat heel belangrijk is. En dat maatwerk, dat komt dus pas veel later aan de orde. We moeten zorgen dat mensen mee kunnen doen. Dat ze eenvoudig, ik kan het maar beter gewoon voorlezen wat wij daarover zeggen. Duidelijk, toegankelijk en oplossingsgericht. Dat is de houding die je vraagt van de overheid. En het komt er eigenlijk op neer dat je deze problemen waar wij vandaag over spreken en waar uw onderzoek straks over gaat, dat moet niet een zuiver technisch-juridisch onderzoek worden. Want als het dat wordt, dan gaat het over wetten, regels, jurisprudentie, Straatsburg, verdragen en andere dingen. Er zijn zoveel problemen, juist op dit terrein, die een hele andere dimensie hebben dan een typisch juridische. Dus dan komen we inderdaad terecht bij de sociologie, bij de mens- en maatschappijwetenschap en andere deskundigheden. Dus mijn pleidooi zou ik graag willen eindigen, voorzitter, met: maak het niet te juridisch. Juristen zijn van belang, maar er zijn nog heel veel andere dingen en wetenschappers die ook van belang zijn bij het punt wat u onderzoekt. Dank u wel. Helaas is ook onze tijd hier al beperkt, dus we gaan gauw naar onze laatste en eerste inleider, voorzitter Loenen. Ja, ik zal het kort houden. Ik zou in ieder geval willen, er is al heel veel ook gezegd, wat ook relevant is voor de vragen die aan mij zijn gesteld. Ik zou graag nog één ding willen zeggen, ook aansluitend op wat punt wat hier natuurlijk iedere keer naar voren komt. Het probleem dat mensen bijvoorbeeld ook niet gaan klagen over hoe ze behandeld zijn, omdat ze denken dat het geen zin heeft. En ook wat ook werd opgemerkt, dat hoe kom je er als lid van de Kamer ook achter wat er speelt? En hoe maak je mensen ook duidelijk dat ze op het juiste tijdstip moeten komen met hun punten en niet pas als er niks meer aan te doen is? Volgens mij is dat samengenomen, is dat ook een achtergrond waarom ik denk dat je juist al die intermediaire organisaties die er zijn, dat je die veel beter kunt benutten en kunt versterken, ook als parlement, om die input te geven. Of het nu gaat inderdaad om de ombudsman of om de college voor de rechten van de mens, ik denk dat dat ook zo'n enorm belangrijke intermediair is, ook voor al die verdragscomité's, als het goed is, verwerkt ook dat college al die rapporten al in hun eigen advisering aan de overheid. Dus daar kun je ook gebruik van maken zonder dat je zelf weer alles apart moet gaan doen. Dus landelijke, maar ook lokale antidiscriminatiebureaus, die staan in ieder geval dichter bij de burger. Die staan natuurlijk ook nog niet dicht genoeg, maar veel dichter. Sociaal raadslieden. Dus er is een netwerk van allemaal van dat soort actoren. En als je die beter weet te benutten en ook laat samenwerken. Ik denk dat het de aanpak van het uitsterfbeleid ten aanzien van woonwagen, trailers, een schoolvoorbeeld is van dat samenwerking tussen het college voor de rechten van de mens, de ombudsman, de onderoporganisaties van de Roma, een proefproces, dat die tezamen ervoor hebben gezorgd dat het op de politieke agenda weer is teruggekomen. En dat het tot verandering heeft geleid. Nou, dat soort processen, daar moet je denk ik veel meer aandacht aan besteden. Want dat geeft eigenlijk ook die feedback loop die zo belangrijk is.
Er is veel, maar er is ook heel veel wegbezuinigd en in de loop der jaren. En dat mag de Kamers zich ook aanrekenen. Daar zou je ook weer meer aan kunnen doen. Kost wel allemaal geld. Hè? En je moet keuzes maken, realiseer ik me ook. Maar toch, als je het echt serieus wil nemen, moet je inderdaad dat hele netwerk wat er is, beter benutten. Om je als Kamer weer ook goed geïnformeerd te weten. En ook tijdiger dan ook dingen bij te stellen. Dat is misschien wel het belangrijkste punt wat ik zou willen maken. Gelet op de tijd moet ik dat daar misschien maar bij laten. Heel erg veel dank. Ik denk dat dit een buitengewoon vruchtbare bijeenkomst was, waarin er meer vragen zijn gesteld dan beantwoord. Maar dat is denk ik goed ook in deze fase van het onderzoek. Het helpt ons heel erg om de zaken nog wat te compliceren. En pas daarna kun je tot goede antwoorden komen. In ieder geval het compliceren doordat gekeken wordt hoe in de verschillende elementen waar we naar gaan kijken, het onderzoek, dat die allemaal meer duidelijk en meer lager zijn, woorden die ik gehoord heb vandaag. Dat de samenhang daartussen, dat die niet zo lineair is als een ketenmodel voorstelt. Dat wellicht een ketting en een feedbackloop en een mozaïek al betere termen zijn. Misschien dat we aan het eind van het onderzoek wel spreken over de dans, waarbij allerlei bewegingen langskomen. En we moeten nog even goed kijken wat voor type dansen dan precies gaat worden. Hoe dan ook, het helpt om het zo te compliceren, omdat we daardoor inderdaad de weerbarstigheid van de thematiek scherper in beeld krijgen en ook betere keuzes kunnen maken om uiteindelijk tot ook concrete antwoorden te komen die ons werk ook verder helpen. Met als doel inderdaad dat het niet een top-down verhaal blijft, maar dat juist die signalen die we vanuit allerlei onderzoeken en vanuit rapporten kennen, en vanuit verhalen van burgers kennen, dat die verhalen een grotere rol gaan spelen in de manier waarop we hier tot wetgeving komen. Uiteindelijk is dat de intentie. U heeft ons daar zeer bij geholpen. Als commissie zijn we daar dan ook buitengewoon dankbaar voor. En we zien uit naar de vervolggesprekken waarin we ook per domein eigenlijk deze exercitie nog wat nader gaan preciseren. Om op die manier het onderzoek, als we echt het in de uitvoering gaan starten, om daarmee verder te komen. Dank aan de leden van de commissie, dank aan de ondersteuning. En ook dank aan diegenen die dit via de livestream gevolgd hebben. Ik sluit deze vergadering.